De verschillende sociale uitkeringen worden per 1 maart aanstaande verhoogd. De algemene ouderdagsvoorziening, de AOV, en de ondersteuning voor de zwakke financiële huishoudens gaan elk van 1000 naar 1250 SAD. Terwijl de mensen met een beperking in plaats van 750 nu 1750 zullen ontvangen. Deze besluiten zijn gisteren genomen in een regeringsraadsvergadering en vandaag via het CDS bekendgemaakt. Maandag nog zei president Santokki tijdens de jaarrede voor de Vereniging van Economisten in Suriname dat de diverse uitkeringen zouden worden verhoogd. Vooral naar die kwetsbare groepen, vooral naar die lage inkomensgroepen. En er kwam meer aandacht voor de seniorenburgers en met name ook voor degenen die het moeilijk hebben en ook de personen met een beperking. Het instrument om financiële bijstand aan zwakke huishoudens te geven is zeer belangrijk en zal en moet ook beter ingezet worden, zodat de echte armen inderdaad die ondersteuning krijgen die nodig is. Echter maakt VES-voorzitter Steven Dibby-Persat zich zorgen of de steun echt bij de sociaal zwakkeren zelf aankomt. Het systeem is namelijk zeer vervuild. Het gaat erom dat het is goed dat Mofinawang, de mensen die echt niet meer rondkomen, geholpen worden. Maar weet je, de vraag is eigenlijk, wie moet precies geholpen worden? Als land weten we dat nog steeds niet. Vroeger hadden we een register bij sociale zaken, maar die is zo politiek belast, zo politiek vervuild. Er moet een goede onderzoek komen, goed onderzoek komen welke mensen hebben waarom steun nodig en hoe lang. Om ervoor te zorgen dat de hulp aankomt bij de hulpbehoevenden is een wet basisrekening in voorbereiding die ervoor moet zorgen dat elke volwassen Surinamer over een bankrekening kan beschikken. Dit zal ook de distributie van de verschillende uitkeringen vergemakkelijken en de algemene kinderbijslag zal in plaats van per kwartaal nu maandelijks kunnen worden gestort.